Ik hoorde dat het radiopastoraat in Hilversum op zoek is naar een tweede pastoor. Weet u waarom? En weet u eigenlijk wat het radiopastoraat zoal doet? Wel, ze praten bijvoorbeeld met mensen die het moeilijk hebben met dingen die er in hun jeugd gebeurd zijn. Incest, verkrachting, mishandeling. En die mensen zoeken vaak een adres waar ze veilig kunnen zeggen wat er in hun jeugd gebeurde. Zo'n adres is het radiopastoraat. En daar hebben ze nu een tweede pastoor nodig. En ze willen dat dat een vrouw is. Sommige ervaringen vertellen mensen nou eenmaal makkelijker aan een vrouw dan aan een man. Radiopastor Hans Tolp is er al, vandaar dan nu ook een vrouw als pastoor. Maar praten is niet het enige wat ze doen. Het radiopastoraat geeft ook een eigen maandblad uit onder de titel Mensen. Ze organiseren lezingen en er is elk jaar een druk bezochte ontmoetingsdag met workshops. Maar dit is maar een greep uit de vele activiteiten van het radiopastoraat. Het is ondenkbaar dat ze ooit met dit werk ophouden. Maar om te kunnen doorgaan, hebben ze geld nodig. En daarom vliegen de wilde ganzen elk jaar rondom kerst voor het werk van het radiopastoraat. En dus ook dit jaar weer, want ze kunnen echt niet zonder u. Die tweede pastoor, die vrouw, die moet er komen. Met uw hulp. Daarom vragen we dit jaar een extra bijdrage voor het werk van het radiopastoraat. Op Giro 40.000, ten name van de wilde ganzen in Hilversum. En dit is het totaalbedrag dat we de afgelopen week van u mochten ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. En graag tot een volgende keer.